Ja, we hebben het alweer klaar, hè? Ja, twee stoelen daar. En daar hangen we weer. En zo blijft het weer. Nou ja, niet helemaal hoor. Ik moet niet liegen. Want één stoel gaat weer terug in die hoek waar de plant nou staat. En dan komt de bank weer een gedeelte van deze kant op. Dan komt die plant er denk ik tussen te staan. Ja, onze Sky is weer hier. Hallo. Hoe gaat ie? Gaat wel. Het gaat zijn gangetje. Ik wou net zeggen, gaan we alle drie keer herhalen. Ja, dat gaat schijnen. Hé, Helmin. Doe drie keer. Een hele goede middag, lieve vrienden. Welkom bij een nieuwe vlog van Corine en de Beestenboel. Het is vandaag al zondag en jullie zien het. Ik heb hem niet opgemaakt, want ik had barstende hoofdpijn dat ik eruit kwam. Ja, maar het is nu gelukkig wel wat gezakt, ook door de frisse lucht. Ik ben met de meisjes laat geweest, et cetera. Het is dus zondag, de 1e oktober alweer. Ja, het gaat hard hoor. Het gaat vreselijk hard. Moet je ervoor gaan flipperen. Een kaartje wat binnenkomt en dat gaat voor mij tijd in als. Ja, dan kan ik dat niet lezen, hè. Het is in ieder geval 17:20, het is bijna 17:30. Ik heb al één broodje op en ik heb wat lekkers op bij de koffie. Mijn koffie die staat er nog, maar ik ga eventjes de bank verschuiven en de stoelen. Ja, want het is bijna Halloween tijd, dus ik ga ook de spullen van de Halloween ook tevoorschijn halen. Er hangt al één dingetje wat ik van de week gekocht had. Helemaal leuk, helemaal top. En ja, ik dacht dat het regende. Ik denk, het zou niet gaan regenen, maar... Ik ben een beetje gek, ja. Ik heb ook mijn vlog trouwens al gedeeld die vandaag online is gekomen. En ik moet nog een vlog in elkaar zien te zetten. En morgen, ja, morgen beginnen we weer te lopen. Ja, een mooie bus. Die moet ik dus in mijn mandje vastbinden vanwege diefstal. Want ze gaan echt niet met mijn bus er vandoor, hè. Nee. En hij weegt nou natuurlijk nog niks, maar naarmate je verder loopt, gaat hij wegen. Maar ze kennen ook QR en daar wil ik van af. Daar moeten we van af, lieve mensen. Lieve mensen, vrienden, familie, hier moeten we van af. We willen contant hebben. In het gleufie. Contant, jongens. Kom op. Niet meer dat willen doen. Nee. Dat is foute boel, want dan doe je mee met de rest van wat dat zootje in Den Haag wil. Maar dat willen wij niet. Nee, hou ermee op. Ga weer normaal daar centjes in doen. Ja. Want wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd. En er zijn ook zoveel oudere mensen, die willen wel geven. Maar die kunnen dat niet. Die hebben ook niet een telefoon die dat kan. Nee, ze willen dat niet. Ze willen inderdaad zelfs nog jongere mensen, hoor. Die beginnen er ook niet aan. Die vertrouwen dat niet. Die vertrouwen dit niet. Dus ja, hoe dan, hè? Dus ik zeg, kom op, in de bus. Ja? Gewoon in de bus. Niet daarop letten. In de bus. Desnoods, ja, dan zou je hem haast af willen plakken, hè? Maar ja, dat mag niet. Maar in ieder geval, ik heb wel voor de regen, als het drijfnat regent, die stickers, die twee, heb ik twee nieuwe reserve. Dus ja, ik heb mijn tas ook al klaar daarvoor, dus komt helemaal goed. Ja, dus we houden gewoon weer vol goede moed. Ik moet enkel met de bus vastbinden, moet ik erom denken dat ik mijn stok er niet bij vastbind, want die moet ik kunnen pakken, hè. Ja, want stel je voor dat er iemand is en ik sta gewoon met iemand te praten die bij de deur staat.
En ik heb het eventjes niet door dat een ander, en die mevrouw of meneer heeft het ook niet door. Ja, dat is die bus willen pakken. Ja, dan moet ik wel bij mijn stok kunnen. En die onder hun neus houden, van denk eraan. Blijf met je tentakels vanaf. Is het van jou? Nou, nee, ik dacht het niet, ja. Nee. Dus. Ja, nou, ik heb ook geen oorbellen in. Ik had er gewoon geen fut voor. Ik bekijk het maar. Ik heb wel schone keurige nette kleding aan, dus ja. Het is zondag en we gaan gewoon door met die benen. Ik ga mijn koffie op drinken en ik ga de bank verslepen en doen, dus ja. Ik laat dat straks jullie gewoon eventjes zien. Ja toch? Ik zou zeggen, tot later. Ja, en we hebben het alweer klaar, hè? Ja, twee stoelen daar. En daar de bank weer. En zo blijft het weer. Nou ja, niet helemaal hoor. Ik moet niet liggen. Want één stoel gaat weer terug in die hoek waar de plant nou staat. En dan komt de bank weer een gedeeltelijk helemaal deze kant op. Dan komt die plant er, denk ik, tussen te staan. Ik weet het even nog niet hoe ik het hebben moet. Daar heb ik nog één, die standaard. Daar zit ook een pannenkoekplantje in. En dus ja... En ja, ik zit weer met al die potten in, met mijn kweekjes van dat plantje. Ik moet daar nodig mee aan de gang houden. Ik beweeg helemaal, kanonnen. Daar moet ik mee aan de gang, want die heeft twee hele nieuwe. Nou, en daar begint er nou eindelijk ook eentje, ja, eindelijk een beetje eruit te komen. Nou, die doet ook goed. Nou... En dan, nou ja, die doet het sowieso, dat was geen kweek. Nou ja, daar komen er een aantal aan. Die, daar is daar nog niet. Nou, dan daar nog. Nee, die zien het wel. Nou, en daar ook allemaal nog heel klein. Ik zal even de poten dicht doen, want anders loopt het allemaal niet. Zo. Daar zit een heel kleintje. En daar zie je ook wel wat. En daar zie je wat. Dus ja, dat gaat heel super langzaam, die twee. Tenminste, die paar. Ja. Nou ja, je zal altijd beleven. Kijk, daar komt ook wat uit. Dus ja. Dan moet ik weer terug naar mijn stoel zien te komen. Ja. Oh zo. Dan hebben we er weer. Waar ben je, kind? Wil jij even naar buiten? Oh, jij naar buiten. Ga jij naar buiten. Ja. En daar ligt mijn grote meid. Ja, nou. Mijn grote, grote, grote meid. Ja. Nee, want ik wil die vitrage eraf hebben. Dat moet nodig in de was, 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 was. En dat zit hier al ergens met de pinaise aan vast. Dat is kwart tussen de deur. En dat wil je ook weer niet. Dus. Kom je weer naar binnen, kind? Ik ben mijn moppie, hè? Ja, mijn kleine moppie. Hé? Klein deugnietje. Kan je ook zijn, hè, schat? Nou, Sky die wil toch, zoals het er nu voor staat, een ander plekje hebben voor Chesley. Weet ik, vergeet ik. Zo moeilijk die naam onthouden en moeilijk uit te spreken bij tijd en wijle. Voor zijn rottweiler, ja. Want Beesje die is eigenlijk, ja, zeg maar minder valide. En nou zoekt hij een boerderij of wat dan ook. Waar het wel veel ruimte heeft, maar dat het 's winters ook de warmte in kan. Want ja, Beest heeft veel last van zijn achterkant. Tenminste, dat is een vrouwtje. Chelsea, haha, nou ben ik er.
Sky die heeft er eigenlijk van de dood gered. Dat beestje werd in elkaar geslagen met een honkbalknuppel en dan de beens in en alles. Het heeft er, nou ja, weet ik veel, over de 1000 euro gekost. Hoeveel exact, dat weet ik niet en dat gaat mij ook niks aan. Hij heeft het wel verteld, maar ik ben dat alweer kwijt. Maar omdat het mij gewoon niks aangaat en wat mij niks aangaat, dat hoef ik ook niet te weten. Maar ik zoek wel een beetje mee naar een gouden mand voor Chelsea, want dat heeft het beestje wel verdiend. Buiten lekker kunnen spelen op haar manier en ook binnen mogen zijn in lekker een warm huis. Mensen die goed voor haar zorgen, daar zijn we nou naar op zoek. Dus ja, weet jij iets? Of weten jullie iets? Of wil jij hem hebben? Of haar hebben? Meld je aan. Dat kan zo wel bij mij. Gewoon op Facebook. Jullie kunnen mijn Facebook-account vinden. Hieronder gemeld in dat verhaal van wie ik ben en wat ik ben. Dus zoek me maar op, zou ik zo zeggen. Ben je allemaal aan het doen, kind? Rijka, kom je weer naar binnen? Kunnen we nou de warmte weer in huis houden, hè? Hoef ook niet te stoken. Nou ja, ik had wel op het haakje, op de middelste, en dat is die. De middelste, daar ga ik de grote. Nou, dan kunnen de meiden naar buiten. Nou kunnen de meiden en kan alle vier niet naar buiten. En dit is het kleinste haakje. Ja. Ben je nou al op de bank? Nou, het is weer even wennen, hè, voor jullie. Nou, als ik zeg op de bank is het niet deze kant, maar daar. Ja. Hé, kind? Ja, nou. Jij. Ben je lief? Ben je lief? Jij. Maar Elwin is ook lief. Ja, jullie zijn allebei lief. Wat hoor je, wat zie je? Ja, dat is mijn mannetje en mijn jongste dochter. Ja. Mijn mannetje Jack en mijn jongste dochter Katja. Waar ik zielsveel van hou. En van mijn mannetje ook nog steeds, terwijl die er niet meer is. Maar Katja, die is er nog wel. We weten enkel niet waar, ja. Ze behoort ergens in Ede te zitten. Maar hoe, wat, waar precies, weten we niet. Dus, ken je Katja? Ze is enkel wat ouder nu, ze is 25 jaar. Ja, dan meld je ook maar aan bij mij op Facebook. Als je haar kent. Ja. Dus, en dan zal je je eigen wel afvragen wat er aan de hand is met Katja. Nou ja, dat is heel gewoon. Dan, als je dat wil weten, dan pak je hem ook maar in mijn messenger. En dan wil ik je wel op de hoogte brengen als jij Katja kent. Ja, ik ga eventjes aan de gang om een vlog klaar te zetten dat ik daarmee aan de gang kan. En dan doe ik mijn vest aan en dan ga ik de keukentrap naar binnen halen. Zodat ik beetje bij beetje verder kan tussen het vlog maken door. Dus komt allemaal goed. Hé, Elwin? Moet je ook naar buiten? Mag wel. Moeten jullie allebei naar buiten? Mag hoor. Dan doen we dat toch. Doe maar. Doe maar. Ga maar spelen.
En dan wil hij er alweer in. Oh, ze zijn zo wauws. We buiten spelen, hè? Niet binnen. De boel hoeft niet om. Ik heb hier ook meer spulletjes staan, hè? Daar zit ook van een Sky bij. Ja, dat hoeft niet stuk. Ja, die kon geen gedenkhoekje maken, hè, omdat die aan het zwerven is. En ik zei, nou, dan zet je het er hierbij. Ook de pleegvader hangt erbij. Dus, ja. Ik heb al een keer met Sky, zijn vader, gesproken via mijn mannetje. Ja. Af en toe heb ik eens een keer een beetje contact met hierboven. Ja, ik kan er niks aan doen, het is nou helemaal zo. Ja. Maar oké, ik ga daarmee aan de gang. Ik zou zeggen, geniet van je avond en tot later. Ja, lieve vrienden, ik ga met de meisjes lopen. Dat is nou bezig om naar mijn computer te uploaden, dat het één geheel wordt. En niet allemaal losse filmpjes. Dus er wordt één film. Nu. Ja. En daarna kan ik hem naar YouTube brengen. En daarin plannen voor overmorgen. Want ik loop achter. Er staat nou nog eentje te wachten voor morgen. Deze wordt voor overmorgen. Ik moet eigenlijk weer opbouwen. Maar dan heb ik het fut niet 1, 2, 3 voor. Ik hoop dat ik er vanavond nog wel eentje kan doen, maar dat weet ik niet. Het ligt helemaal aan mijn fut. Ik moet nou eerst met de meisjes weer even lekker lopen. En dan aan mezelf denken om wat naar binnen toe te sprokkelen. Ja, even wat te eten. Ik heb nog wat soep staan, dus ja, het wordt gewoon lekker soep met een broodje. En dat vind ik gewoon lekker soepie. Ja, en dat moet niet bederven. En ja, alleen een soep heb ik te weinig aan, want ja... Het is soep uit blik en dan nog een beetje kippenbouillon erbij, tenminste kippenvlees. Het meeste bouillon heb ik weggedonderd, want anders is het zo waterig. En ik had er nog een blikje mais er doorheen gedaan. Ik denk dat voedt ook wat meer, ja. Even wat voller maken. Dus ja, lekker gewoon, ja. En mais is ook een groente en dat vind je wel eens vaker in een soep. Dus ja, waarom niet? Dat is even zo'n klein blikje mais erin gedaan. Ik had er nog twee staan. Nou, ik denk, hup, ik heb er wel bij. Dus, maar dan ga ik lekker met mijn meisjes even lopen. En ja, natuurlijk gaat deze mee. Zie ik wat? Ja, daar zie ik wat en dan film ik dat. Maar ja, ze zijn nog met zo'n trilmachine. Vroeger had je een heipaal. Kaboom. Kaboom, dat is uit een boze geworden. Vooral als je al in een woonwijk weer moet gaan heien. Nou ja, je wilt een ander niet te lastig zijn. En nou is het meer dat het trilt. Je hoort hem bijna niet. Dus ja, daar zijn ze nou mee bezig. Om die platen, dat moet getrild worden. Ah, jullie hebben die machine al zien staan op een vlog. Ja, we zien dat wel. Hoe dat allemaal rijlt en zeilt. En ja, het staat nou natuurlijk allemaal stil, want het is weekend. Morgen zullen ze wel weer beginnen. En dan hebben we straks de feestdagen natuurlijk in december. En dan staat ook alles weer helemaal stil. En dat is logisch. En de spoorstraat, dat begint op te schieten. Ik zal van de week daar ook weer eens eventjes filmen. En dan zien jullie dat ook weer, hoe dat is gevorderd. Maar ja, daar hebben we ook... Twee kijkgaten voor de kleintjes en voor de volwassenen. Maar ja, je kan daar sowieso wel kijken. Want ook als je op straat bent, hè, waar de auto's dan behoren en mogen rijden. Wat nu dus niet kan. Dan kan je ook dwars door die hekken heen kijken. En ze hebben hier ook, bij die hoek hebben ze het nou ook veranderd. Want het was levensgevaarlijk. Wij moeten nou echt op het fietspad lopen, hè. Ja, denk toch al, maar ik loop dan links. Maar nou moet iedere wandelaar erop lopen. En ook de fietsers. Dus de fietsers moeten meer uitkijken voor ons wandelaars. Maar op het einde waar je weer rechtsaf kon naar de gracht toe, dat was ook helemaal dichtgemaakt met hout. Maar je kan dan niet zien wat eraan komt van rechts.
En van rechtsaf kunnen ze niet zien wat er van links afkomt. Ja, hoe dan? Gaat het hem niet worden? Nou hebben ze de laatste gedeelte, hebben ze van qua hout weggehaald en weer normale hekken neergezet. Want daar kun je wel doorheen kijken, van naar rechts komt er wat aan. Ik moest echt die meisjes helemaal strak kort houden. En dan moest ik eerst zelf met mijn hoofd om het hoekje gluren en die meiden half achter me, voordat ik dorst te lopen. Ja, en ik was niet de enigste, hè. Er waren zoveel mensen boos vorige week. Van, hoe hebben ze dit kunnen bedenken om dit dicht te maken, die hoek? In plaats van gewoon normale hekken. Maar ja, weet je wat het is? Het lijkt net alsof we het niet mogen zien, weet je? Vanaf de wegkant. Ook geen kijkgaten nog, hè? Niks. Nee, ja, dan moet je echt naar de zijkant gaan of aan deze kant en dan met mijn camera inzoomen. Dan kan ik het laten zien aan jullie. Maar niet aan de wegkant, dat gaat het hem niet worden. Of ik moet die twee zijstraatjes, eentje voor Dijkzicht en eentje voor de Kerkgracht. Hé, jongens. Maar in ieder geval, ja, ik begrijp het sowieso niet, want al die werklui, niemand uitgezonderd. Niet alleen nog van de bouw, maar alle werkmensen, hè, die bij de straat werken. Zoals huizen bouwen of trottoir betegelen. Of, nou hebben ze ook, nou ja, dat zal ik jullie misschien straks nog kunnen laten zien. En dan doe ik dat morgen. Maar er liggen op mijn route ijzeren platen op de stoep. En dat legt er zo rottig er neer, dat ik zit met mijn rollator te harnessen, maar ook met die meisjes zit ik te harnessen. Van ja, hadden ze dit niet op een andere manier neer kunnen leggen? En waarom juist nou hier? Waarom niet elders waar niemand er last van heeft? Waarom? Ik heb er nog niks mee zien gebeuren dat er wat op kwam te rijden of op wat te staan of wat dan ook. Niks zien gebeuren. Het legt daar te leggen, die platen en... Ja, hoe dan? Wat dan? Hij is bijna klaar. Ik wacht dat nog even af en dan kan ik hem naar YouTube brengen en dan kan hij daar zijn gang gaan. Dan is dat klaar. Ja, hij is er bijna. 97%, dus toppie. Dus de meisjes moeten nog eventjes wachten. Ja. Ja, en dat is weer gelijk knutser. Hé? Ja. Hé, Owing. Ja, nou kind. Wat zie je allemaal? Wat moet je allemaal? Hé, Rijka. Ja, nou. Ja. Ja, echt wel. En ik geloof, ja, daar, die knop die doet het wel. Ik moet eens even zien hoe ik dat ook weer heb. Er hangt nog een stekker naar beneden. Ja, ik moet eventjes weer wat kopen van Google. Hup. Even weer een stopcontact. En dan kan die daar erbij in. Dan kan ik daar een stekker in doen. Dan hoef ik maar, de Google te roepen en dan de kerstverlichting aan. Ik wil dat allemaal in één keer dat het straks aangaat. Ja, dat ik niet met afstandsbedieningen moet werken. Dat heb ik de afgelopen tijden allemaal gehad, met afstandsbedieningen moeten werken. Nou, daar heb ik het fut gewoon niet voor. Nou ja, dat fut wel, maar ja, je bent aan het moderniseren en alles kan via die Google Hub. Nou, als ik van die stopcontacten haal en daarbij inzet en alles kerstverlichting benoem, ja, dan gaat alles in één keer aan. Of kerstverlichting 1, of 2, of 3. Ja, of kerstboom, weet je. Want mijn kerstboom voor de televisie, dat is kerstboompje tv. Ja, zover ik nog weet, ja. Ik weet het allemaal niet meer. Maar ik heb de verlichting troep allemaal nog hier, hè. Dat is niet opgeruimd geweest. Ik had eigenlijk een curvebox willen kopen, maar ik moet een formaat hebben van die box. En ze zijn allemaal breder en of hoger.
Nou ja, en die doos durf ik niet te sjouwen, want die ging alweer kapot, terwijl die net nieuw was. Dus ja, hij is klaar. Dus ja, ik ga daar even mee bezig en dan ga ik daar met de meisjes. En jullie horen me nog wel. Ik zou zeggen, geniet van alles en ja, bye bye. Ja, onze Sky is weer hier. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hoe gaat ie, hoe gaat ie, hoe gaat ie? Gaat wel, gaat wel, gaat wel. Het gaat zo gangetje. Gaat zo gangetje? Ja. Nou, het gaat dus zo gangetje. Ik wou net zeggen, gaan we alle drie keer herhalen. Ja, het gaat zo gangetje. Hé, Halloween. Leuke dingen. Oeh, leuke ding. Wat is je nou? Wat is je met die witte wat? Met die oortjes achterover? Ja, met andere woorden, ik vind het niet leuk. Oortjes achterover van elke hond betekent, ik vind het niet leuk. Wat is je dan, kind? Het is een schatje, hè? Ja. Wat is je dan, kind? Is je, waarom die oortjes achterover dan? En jij dan? Huh? Die van mij die hangen altijd, zeg maar. Hé? Kijk, niet rechtop zetten. Het zou er ook niet eens niet staan. Zulke soort hondjes, de oren recht? Nee, dat staat niet. Nee, hè? Nee. Nee, dan kun je bijna vliegen, jij. Ja. Nou, dat dacht ze in het begin. Achter de vogeltjes aan. Hé, Rijka? Dat denkt hij van mij nog steeds. Ja, nou, dat moet je afleren. Kan je allemaal afleren. Want ik wil ik toch hoef niet. Het niet meer af te leren, dat doet het volgende baasje maar. Ja. Ja. Maar ik heb het haar wel afgeleerd, gewoon van nee, je hebt nog geen vleugeltjes van onze lieve heer meegekregen. Wel vier pootjes, maar geen vleugeltjes, dus je hoeft ook de vogeltjes niet achterna te vliegen. Hé, Rijka? Een kring van een kopje dat droog is. Een kring? Foei. Een kring van een kopje dat droog is, man. Ja, maar dan is het niet goed droog geweest. Er was nog vochtig. Ja, maar ik zal er even een doekje overheen halen. Dus, nou ja. Ga ik weer aan het werk. Haha. Oeps. Oeps. Ja. Maar ik doe het wel. Nee, moet je daar niet mee doen. Laat maar. Ik doe het wel. Doelidokie. Ja, lieve vrienden, het is weer de hoogste tijd om naar boven toe te lopen. Ja. En want het is alweer, we zien, bijna 2:30. Dus ja, ik wil lekker gaan slapen. Ik heb alles klaar. Ik heb 2 vlogs in elkaar weten te zetten. Staan ook allebei al op YouTube ingepland. Ik heb op Facebook aan het werk geweest. Dus ja, daar ben ik toch weer blij mee. Dat dat klaar is. Dat ik dat gered heb. Ja. En ja, morgen begin ik. Oftewel, vanavond begin ik te lopen. Er zit nog niet een centje in. Ik zal morgen, via jullie, dat jullie de getuigen zijn, ook geld erin gaan doen. Dus het komt helemaal goed. Dat doe ik morgen. We gaan nu slapen. Ik heb de computer nog aan. De televisie ik al uit. Het is, wat zei ik, ja, bijna 2:30. Dus ik zeg er wel trust, lieve vrienden. Slaap lekker met mooie dromen. En morgen allemaal natuurlijk gezond uit je bed zien te komen. Ook, ik hoop dat ik weer een beetje beter dus zal zijn dan ik nu ben met die, ja, die stem. Toch heb ik geen pijn. Ik heb het niet benauwd. Niks. Nee, daar ben ik wel blij om. Ja, pijn in mijn rug. Door het hoesten, maar zoveel hoest ik ook niet meer, nee. En op mijn bed, ik had ook nog niet recht op hoeven te slapen met een hoop kussens. Dat had ik vroeger wel. Ja, heb ik niet last van gehad, dat moest. Dus, maar in ieder geval, we gaan nou zo lekker een beetje toe. Dus ik zeg, welterusten, slaap lekker. En ook namens die twee lieftallige dames daar. Zeg ik dus welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Gezond weer uit je bed zien te komen. En jullie weten het allemaal. God houdt over ons allen de wacht. En ik zeg graag tot aan de andere kant van de nacht.